En het volgende bericht brengt ons naar Stichting 1 voor 12, want het bestuur blikt tevreden terug op de activiteiten in 2019. Voorzitter Louis Vismalen zegt dat de stichting is uitgegroeid tot een begrip in de samenleving. En er zijn positieve vooruitzichten voor het nieuwe jaar. We hebben in 2019 bijkans iets meer dan 2000 mensen geholpen met verschillende problemen die zich hebben voorgedaan. Het zij medisch, het zij woonsituatie waar wij verbetering aan hebben gebracht. Tal van problemen die wij daarin hebben gespeeld. Louis Vismalen geeft aan dat de stichting meer moet doen om financieel sterker te staan. Verder is woningnood een van de zaken waarmee de stichting vaker wordt geconfronteerd. 1 voor 12 is vanaf 2005 bekend om een duurzame verbetering van leefomstandigheden van sociaal zwakkeren in Suriname. Vismalen gaat in op specifieke punten die dit jaar zijn aangepakt. Als je geen onderdak hebt, heb je niets. En we hebben kans gezien 3 woningen te kunnen bouwen voor mensen, althans te renoveren. Natuurlijk door tussenkomst van donateurs hebben we dat kunnen bewerkstelligen. En daarnaast hebben wij zeker bijgeholpen aan 4 medische gevallen waar mensen met spoed naar het buitenland moesten gaan. Hebben wij ingespeeld, hetzij financieel waarvoor ze kleine dingen moesten kopen. En dat en zelf onderhouden en zo. En daar hebben we ingespeeld door tussenkant van donateurs. En de mensen zijn goed weggegaan. Anderen zijn gezond teruggekomen. En dat stemt je goed. De stichting heeft een perceel gehad waarop zij komend jaar met een nieuw project begint. Dit wordt volgens de voorzitter een grote uitdaging in 2020. Hij legde uit hoe het bouwplan van de stichting 1 voor 12 eruit ziet. We hebben terrein gekregen van de president en daarmee gaan we komend jaar ons project starten. We willen een tehuis, we gaan zwaar gaan fundraisen om een tehuis voor kinderen neer te zetten. En we gaan vanuit het buitenland gaan lobbyen, we gaan hier lokaal ook gaan lobbyen. We gaan iedereen vragen, alle betrokkenheid, iedereen die te maken heeft met het helpen van problemen, helpen oplossen, wil ik vragen. Helpt u 1 voor 12, steunt u 1 voor 12, dan steunt u uw medemens.